mod review. Vandaag laat ik de Lucky Blocks mod zien. Je hebt drie soorten Lucky Blocks. Je hebt een Lucky Block, een Very Lucky Block en een Unlucky Block. Nou, Lucky Block is gewoon normaal. Very Lucky is heel veel geluk. En Unlucky is heel weinig geluk. Nou, we gaan eerst Very Lucky Blocks open doen. Nou, krijg je bijvoorbeeld enderpearls. Of dit. Of dat. Kan natuurlijk altijd nog ongeluk zijn, maar op zich heb je er wel een kist met goede stuff. Of een fishing rod. Kijk, het zit niet altijd mee hierbij. Kijk, hier staan trouwens hele goede enchantments op. Nou, dan gaan we naar de normale Lucky Blocks. Chain armor. Rij met varkens. Nou ja. Een bloemetje. Oh nee. Wegwezen. Dat is dus ongeluk. Hopelijk ga ik niet dood. Nee, niet doodgaan. Zo. Dat is dus heel veel ongeluk en een gat. Oké, de laatste twee zaten dus niet mee. En dit zijn hele erge unlucky blok. Hiervoor ga ik even een sword diamond gear pakken. Want dit kan heel gevaarlijk worden. Oké, dat bedoel ik. Wegwezen. Nou, dit is nog aardig geluk. Je zit dus niet altijd ongeluk in, hè. Maar met het grootste kans op ongeluk is het. En dit is weer van de TNT. Wegwezen! Oké. Ik moet eigenlijk dit eventjes dichtmaken. Dirt. Nee. Ik zei dirt. What the fuck? Ik weet niet hoe ik aan die diamond boots kom, maar... Zo. Kan niks meer hier invallen. Oké. Laten we naar de volgende gaan. Nee! Kan ik weer diamond gear gaan pakken? Het zijn dus echte unlucky blocks. Zoals je ziet brengt het echt erg ongeluk. Oké, laten we naar de laatste gaan. Een lucky block. Game out survival, want als je hem een creative breekt, gebeurt er niks. Nee. Wegwezen. Oh my god. Ik word hier gek van. Nee, stop. Nee. Daar. Kijk wat er gebeurt als ik deze nog sloop. Kan mij iets schelen. Oké. Oeh, een cake. Kijk. Geef mij die cake. Kijk. Ja, yummy. Kijk weg. Oké. Ik zal even laten zien hoe je Lucky Blocks
beter kan maken. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe je het in survival kan craften. Zal vast wel ergens op internet kunnen vinden. Maar met zo'n beetje elke gem of oor of wat dan ook wat je kan krijgen, kan je betere lucky blocks met meer geluk craften. En die ga ik lekker eventjes openmaken. Wauw, paarden en een emerald. Wauw, diamonds. Kom net wat nog een lucky block. Oh, mijn god. Run for your life. Ja, super. Kijk. Nou. Oeh, een ender dragon egg. Obsidian. Een ho. Oh, meer lucky blocks. Nee. Niet Bob. Stomme Bob, hij fucking toorns op zijn ding. Ik ga dood. Zo. Nou ja, dit was de eerste mod review in ieder geval. Komen binnenkort, of misschien vandaag zelfs nog wel, meer mod reviews. En dan zeg ik like als je deze mod leuk lijkt. Oh ja, als je de mod wil... Het programma wil vinden waar je de mod kan downloaden. Of tenminste het programma waar je heel veel mods op te vinden kan. Ga naar craften.de. Daar kan je Craften Terminal downloaden. En daar, ja, daarmee kan je mods en zo allemaal downloaden op je Minecraft. Heel makkelijk. Je kan een hele lijst uit mods kiezen. En ja. De like als je de mod reviews leuk vindt en als je meer mod reviews wil, abonneer als je nog niet geabonneerd bent en dan hopelijk tot de volgende keer.